Ik heb dat zo gedaan, dat is een oude kaart van Sobeleer, dus de voorloper van Sabena. En dus overal waar een rood puntje is, was dus een luchthaven. En hier zie je dus waar de brief die erbij zit, eigenlijk naartoe gevlogen is. Luchtpost is post die door de lucht vervoerd wordt. Dat is een gemakkelijke omschrijving. Met de luchtpost ben ik in contact gekomen omdat mijn grootvader een postzegelhandelaar was. En zo ben ik eigenlijk in bezit gekomen van zijn collectie toen hij gestorven is. Dat is de 100ste vlucht die Sabena naar Belgisch Congo gedaan heeft. En zo ben ik mij gaan verdiepen in luchtpost en hoe de evolutie was van de luchtpost en de verschillende vormen die er allemaal bestaan hebben. Ik denk dat ik ongeveer 5000 brieven heb. Je ziet hier op de dozen staat altijd beschreven over welk land het gaat. Voor Luxemburg, Roemenië, Italië enzovoort. En dan hier heb je bijvoorbeeld als dan specifieke luchtpost naar Belgisch Congo. Dat zijn de eerste vluchten van Belgisch Congo. Dat is eigenlijk het grootste stuk van de verzameling. Ik heb hier bijvoorbeeld, dat is een brief uit 1937 naar Spanje bijvoorbeeld. Ja. En dan heb ik hier waar ik de documentatie vind, dan doe ik daar ook de beschrijving bij. Welke vlucht het is, wie dat het gevlogen heeft, hoe lang dat ze onderweg geweest zijn enzovoort. De manier waarop de postzegelhandelaars werkten was, ze stuurden een brief naar zichzelf. Mijn grootvader die stuurde een brief met de Zeppelin naar Zuid-Amerika. Dat stond op zijn naam, dat werd dan naar het postkantoor gestuurd. Dat bleef daar dan een tijd liggen, want niemand kwam die een brief halen en dan werd die een brief teruggestuurd. Dus op die manier konden zij hun verzameling uitbreiden. Ik heb post die naar de maan geweest is. Ik heb dat niet. Een van de leukste dingen om te verzamelen, hoe erg het ook is, dat is van verongelukte vluchten. Maar dat is bijna onvindbaar. Maar dat is wel leuk om te zien. Of als het vliegtuig ontploft is en in brand, dan was er natuurlijk niks. Maar er zijn veel vluchten waar in die tijd waar de vliegtuigen het wel overleefd hebben, hè. Maar is er zo'n deel van de post verbrand en dan wordt dat doorgestuurd. Hè. Ik heb dat ook praktisch niet, want dat is niet veel aanbod. Internationaal is er terug meer belangstelling, vooral vanuit China. De Chinezen verzamelen zeer veel. En daar ben ik nu ook aan het bekijken of ik naar China kan gaan met mijn verzamelingen. Want ja, we moeten er anders mee doen.